Hallo beste mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag heb ik launchpads gemaakt in Minecraft. Nou, als je niet weet wat het is zo'n ding wat je meestal in servers vindt. Je bent bijvoorbeeld bij de serverspan. En als je dan heel snel naar een minigame wilt gaan, zonder dat je naartoe hoeft te lopen, dan heb je deze launchpads hier. Daar loop je gewoon over. En dan word je gelanceerd naar de minigame. En als je dan ook terug wilt, dan is er meestal daar ook een launchpad voor. Dus ik loop nu overheen en dan kom ik weer terug in de serverspan. Dus ik dacht van, het zou een goede challenge voor me zijn als ik dit probeerde na te maken in Vanilla Minecraft. En ik heb het gedaan. Dus hier is het. Launchpad in Vanilla Minecraft. En het mooiste aan dit systeem is dat je ook dit launchpad zelf kan plaatsen. Over dit principe is niet zoveel uit te leggen, dus ik ga gewoon meteen naar de redstone. We beginnen zoals altijd met een fillklok. Als je dit spawn egg gebruikt, dan zal je een blaze spawnen met de naam Launchpad. Op deze blaze worden een paar commando's uitgevoerd. Dit commando zorgt ervoor dat de blaze een armset zal spawnen. En dit commando zorgt ervoor dat de blaze een heavy weighted pressure plate zal neerzetten. Dat is deze pressure plate hier. Die armor stand zorgt ook voor die fancy enderpearl. Even goed opletten allemaal, want dit is waar het echt om draait. Met een execute commando op de armor stand zullen alle spelers in een radius van 0 blokken een speed effect krijgen. Zoals je hier ziet is de amplifier wat hoger gemaakt, zo zorgt het ervoor dat de speler nog sneller gaat. Hij zal ook een jump boost effect geven en een resistance effect. En dat is best wel belangrijk, want als je dat niet zou doen, dan zou je doodgaan. Dat zou komen door de fall damage die je dan zou krijgen. We kunnen nu ook een paar particles toevoegen. Hier heb ik een commando blok wat ervoor zorgt dat er een paar portal particles zullen komen. Er is nog één probleem. Als je de pressure plate weghaalt, dan zal het oven blijven liggen. Dat komt omdat de armor stand niet afhankelijk is van de pressure plate. Daarom voegen we dit commando aan toe. Dit is een execute commando op al die armor stands. En hij detecteert of er op de plaats waar de pressure plate zou moeten zijn, een luchtblok is. Dus hij test of de pressure plate is weggehaald. En als dat zo is, dan zal de armor stand zichzelf doden. En als het goed is, zou de armor stand nu samen met de pressure plate verdwijnen. Dus dat was een best wel simpele video, moet ik toegeven. En ik vond van mezelf dat het eigenlijk niet genoeg was. Dus ik heb er nog iets bij gemaakt. Hier is het, launch dust. Als je het vasthoudt, dan zal je net wat sneller gaan. Het is heel erg cool en je kan het aan jezelf geven met één commandoblok. Je kan het ook in je eigen wereld gebruiken, dus dat is nog beter. En het gebruikt geen van deze commandoblokken hier. Dus dat was het beste mensen voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. En als het zo is, vergeet dan niet te liken, te reageren en te abonneren. Want dat zou ik namelijk heel erg leuk vinden. Dat zei ik best wel. Maar. Doei. Oh ja, en nog één dingetje. Probeer niet de launch dust te gebruiken terwijl je over launch met gaat.